Hey allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Chrissy hier, Books of Chris. Het is maandag, dus het is weer tijd voor een nieuwe leesvlog. Ik heb deze week vakantie. Ik heb vrij weinig gepland, dus ik denk dat ik best wel wat kan gaan lezen. Dat is in ieder geval het plan. Ik ga nu eerst even naar de bieb toe. Ik moet nog boeken terugbrengen en die zijn te laat. Ik had samen met een vriendin vorige maand boeken geleend. En ik zei van de week nog tegen haar: vergeet niet de boeken terug te brengen naar de bieb. Toen zegt ze nee. En toen ben ik het gewoon zelf vergeten. Verschrikkelijk. Maar goed, dus die ga ik even terugbrengen. En ja, ik ga er denk ik gewoon even een rondje lopen. Ik heb geen geld, dus ik kan geen nieuwe boeken kopen. Maar ja, je kan natuurlijk altijd een rondje lopen in de bieb. Dus dat ga ik doen. En ik wilde mijn boek even laten zien. Maar die heb ik al in mijn tas zitten. Want ik ben van plan, het is lekker weer, om daarna gewoon even een stukje met de scooter te rijden. En dan even ergens op een rustig plekje of zo, op een bankje, lekker boekje lezen. Ik heb nog wat krentenbollen thuis liggen, flesje water mee. Gewoon even mini-picknick, zeg maar. Gewoon even chill, lekker buiten. Dus dat ga ik doen. En ik heb op zich nog wel iets leuks. Ik doe namelijk samen met Laura, mijn klein boekenpaleis, doen wij deze maand een challenge. Het is nu de tweede van de maand. En wij doen de 30 dagen minimalisme challenge. Dat houdt eigenlijk in dat je de hele maand mei, dus eigenlijk 31 dagen, dat je elke dag spullen weg gaat gooien, gaat verkopen, naar de kringloop gaat brengen, naar de stort gaat brengen, wat dan ook. En het begint makkelijk. Op dag 1 doe je één ding weg. Op dag 2 doe je twee dingen weg. Op dag 3 doe je drie dingen weg. Enzovoort. Dus gisteren had ik al een oud kapot jasje weggedaan, die al 3 jaar aan mijn kapstok hangt, die ik weg moet doen en wat ik steeds niet deed. En voor vandaag heb ik ook weer twee dingen gepakt die ik gelijk weg ga gooien. Het eerste is een oude scheurkalender. Dit is nog van vorig jaar. Op 15 augustus ben ik ermee opgehouden. Die lag nog steeds in mijn badkamer. Dus die doe ik nu weg. En ik ben echt pro in dingen laten staan die op zijn of die ik niet meer gebruik. Of vind ik voor het allemaal. Dus deze, die is gewoon zo leeg als wat. Kan ik niet meer gebruiken. Maar staat wel al super lang gewoon in mijn badkamer. Dus ook deze gooi ik weg. Dus dat zijn de twee dingen van vandaag die ik weg ga gooien. Morgen moet ik dus drie dingen weggooien. En als ik eraan denk, zal ik elke dag wel eventjes aan jullie gaan vertellen wat ik weg ga gooien. Want als ik naar mijn huis kijk, denk ik echt van, joh, er zijn zoveel. Kijk, hier zo. Dat ding, daar zit gewoon zoveel troep in. Dan heb ik overal nog kastjes en weet ik veel wat allemaal. Waar ook gewoon allemaal troep in liggen. Hier zo ligt eigenlijk alleen maar troep. In de keuken heb ik allemaal dingen waarvan ik denk: ja, ga ik dit altijd gebruiken? Nee. Dus ik ga echt eventjes opruimen. Ik heb daar een soort template ook van. Hier zo, ja, je ziet hem nu wel een spiegelbeeld. Maar aan het eind, op dag 31, dus 31, oh, je ziet ook al die troep hier achter liggen, verschrikkelijk. 31 mei heb ik 496 dingen weggedaan, als ik me daaraan ga houden. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat gaat lukken. Laura en ik hebben met elkaar afgesproken. Degene die als eerste afhaakt, of degene die het als eerste niet lukt om op een dag zoveel dingen weg te doen, die trakteert de ander op een lunch. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik ga het ook bijhouden in dit mooie schriftje die ik laatst bij Tiny Tree Trunk had gekregen. Dus ja, je ziet ook hier zo. Dag 1 gaat er gewoon één ding weg. Nou ja, dag 7 gaan er zeven dingen weg. Maar als je al verder kijkt, hier zo heb je dag 25 en dag 26. Dan moeten er op dag 25 dus 25 dingen weg. Op dag 26, 26 dingen. Echt keiveel. Goed. Ik ga dan nu naar de bieb toe en daarna even lekker ergens in de zon zitten. Ik neem mee. Oh, trouwens, ik heb wel een leesupdate. Ik ga hem gewoon even pakken, want ik heb gisteren echt vet veel gelezen. Ik heb gisteren gewoon bijna 450 bladzijden gelezen. Echt bizar. Ik had gisteren natuurlijk voor verdriet. Nee, De pijn die wij verbergen heb ik gelezen en uitgelezen. En toen, even mijn boeksleeve halen. Toen daarna ben ik begonnen in Het meisje met de blauwe ster. Van Pam Jenoff. Die had ik als review-exemplaar gekregen van Sander Uitgevers. Echt super lief. Alleen ik ben er gewoon steeds niet naartoe gekomen om te lezen. En gisteren heb ik echt wel een heel groot stuk gelezen. Ik ben uiteindelijk tot pagina 107 gekomen. Dus ik vind het tot nu toe echt een heel erg mooi verhaal. En ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Het verhaal wisselt een beetje om en om af. De ene verhaallijn is van Sadie. En Sadie is een Joods meisje. En ze zit in het ghetto van Krakau. En
Op een gegeven moment wordt het ghetto leeggeruimd en zij vlucht met haar ouders het riool in. En ja, eigenlijk kunnen ze daar ook niet meer uit, want alle uitgangen die worden bewaakt. En ja, als ze naar boven komen, dan is de kans natuurlijk gewoon groot dat ze doodgeschoten worden. Dus zij wonen in het riool. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon te goor voor woorden. Ook hoe dat beschreven wordt en zo. Je krijgt zo met die mensen te doen dat je echt denkt van, oh, wat een vreselijke omstandigheden zijn. Het is echt heel erg. En het tweede verhaallijn is van, even kijken, Ella. En Ella is eigenlijk een heel lief meisje. En haar ouders zijn overleden. En zij woont bij de vriendin van haar vader, zeg maar. Maar zij is echt zo'n nazi, hoe noem je dat? Nazi simpie, ik weet het niet. Iemand die vrienden is met de nazi's en zo. En ja, en die vrouw, dat is gewoon een beetje, ja, het is gewoon een beetje een nazi-sletje. Dus ja, Sadie is daardoor ook een beetje haar vrienden verloren. Mensen willen niet meer met haar omgaan. En ze is eigenlijk gewoon een hartstikke lief meisje. En ik ben nu dus op het punt dat zij op een gegeven moment op straat loopt. En dat ze door een putdeksel kijkt. En dan ziet ze dus twee ogen. En dat zijn dus de ogen van Sadie. En wat er op de achterflap staat, is dat zij uiteindelijk een hele mooie vriendschap opbouwen. Maar dat die natuurlijk wel heel erg gevaarlijk is, die vriendschap. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Het boek leest hartstikke vlot. Het is heel mooi beschreven. Je zit er helemaal in. Dus ik ben tot nu toe ben ik echt super enthousiast hierover. Dus deze neem ik mee. Ik doe hem in mijn booksleeve. En dan gaan we lekker een stukje rijden. Dus als ik weer een update heb, laat ik het weten. Ik ben lekker naar de diep geweest en ik ging naar het plekje waar ik, waar ik eigenlijk altijd wel kom, maar het laatste jaar ben ik niet zo heel veel meer geweest omdat ik gewoon druk was. Maar het klinkt nu echt alsof ik bij het strand zit, maar er is net een boot voorbij gevaren. Maar ik zit ergens bij een natuurgebied bij mij in de buurt en eerder was er altijd zoveel strandjes en had ik zo'n soort van privé strandje en er was echt nooit iemand en nu zijn er gewoon kinderen. Fuck my life. Maar goed, ik kan hier wel lekker zitten. Het is hier echt heerlijk. Ik ga zo even mijn boekje lezen. Ik ga niet heel lang zitten, denk ik. Want het plekje waar ik normaal altijd heel lekker zit, die is dus bezet. Maar gewoon even een half uurtje is ook wel fijn. Ik heb bij de Bibliotheek twee boeken meegenomen.
En ik zag ze liggen en toen dacht ik, nou ja, laat ik maar gewoon meteen meenemen. Alsof ik nog niet genoeg boeken thuis heb, genoeg boeken te lezen. Maar eentje daarvan is deze. Waar is het dagboek van Anne Frank? Dit is een graphic novel, dus die leest echt super vlot. En ik zag deze bij Tessa voorbij komen en zij raadde hem wel aan. Dus ik dacht, die neem ik mee. Ja, dit lees je ook gewoon zo in een uurtje uit, zeg maar. Het is gewoon echt graphic novel. En volgens mij is het deels het verhaal van Anne Frank, maar ook weer net nog ietsjes meer. Dus ik ben heel erg benieuwd. Die heb ik meegenomen. En ik heb nog een Engels boek meegenomen, want ik wilde dus wat meer Engels gaan lezen. En ik vind toch dat ze hebben niet heel veel keus, Engelse middle grade boeken. Maar ik zag deze liggen, Stay Where You Are and Then Leave, van John Boyne. En John Boyne is de auteur van De Jongen in de Gestreepte Pyjama, die ik laatst had gelezen. En ja, dit is best wel makkelijk. Dus ik had hem even opgezocht. Hij krijgt niet mega, mega goede reviews. Volgens mij 3,9 op Goodreads of zo. Maar het zijn gewoon best wel grote letters en het is makkelijk, nou ja, groot, zo. En het is best wel makkelijk te lezen, want ik lees dan eventjes de eerste paar pagina's om te kijken, lukt me dit of lukt me dit niet? En ja, de eerste twee pagina's, dat ging eigenlijk gewoon hartstikke goed. Er zaten geen woorden in van ik dacht, wat is dit? Dus ik dacht, die neem ik mee, ik ga hem gewoon proberen, eventjes een beetje wat meer Engels erin. Dus dat, en ik heb natuurlijk mijn eigen boek nog mee, Het Meisje met de Blauwe Ster, waar ik lekker eventjes in ga lezen. Ik zie dat mijn make-up weer overal zit. Dus, dat ga ik nu lekker even doen. Ja, ik denk dat ik niet al te lang blijf, maar het is wel lekker eventjes. En dan straks naar huis, boodschap halen, eten koken, eten en... Het is maandagavond en ik kom al onder de douche vandaan. Ik duik zo lekker mijn bed in. Maar ik wilde dus even zeggen dat het is 2 mei en ik heb al mijn tweede boek van deze maand uit. Die gewoon waar ik in ben begonnen en ook gewoon heb uitgelezen. Ik heb al bijna de helft van de boeken gelezen die ik afgelopen maand had gelezen. Maar ik moet wel zeggen, het was een graphic novel. Dus die lees je natuurlijk ook zo uit. Ik had deze, zoals ik al had laten zien, vanmiddag bij de piep gehaald. En ik zat lekker daarna in de zon en ik dacht, weet je, ik ga hem gewoon vast lezen. Ja, en dit lees je natuurlijk gewoon super snel. Waar is het dagboek van Anne Frank? Dit is een nieuw boek, is volgens mij echt ook dit jaar pas uitgekomen. En het is geschreven ter ere van het 70-jarig, weet ik niet meer, staat hier ergens. Wacht, ik ga het opzoeken. Oké, ik weet het niet meer. Staat het achterop? Ja, 70 jaar nadat het Achterhuis werd gepubliceerd. Daarom was deze gemaakt. En het gaat... Ja, het gaat natuurlijk over Anne Frank, maar het gaat eigenlijk over het dagboek Kitty. En Kitty die krijgt ineens een personage, dat wordt iemand. En Kitty die komt ineens in de huidige tijd, komt zij een soort van uit het dagboek. En in het Achterhuis is ze onzichtbaar, maar buiten het Achterhuis is ze niet onzichtbaar. En zij moet dat dagboek bij zich houden om in leven te blijven. Maar ja, dan gaan mensen natuurlijk, ze hebben zoiets van, dat dagboek van Anne Frank is gejat. Daar moeten we achteraan gaan. Dus dat, ik zal wel even voorlezen waar die over gaat. Dat is misschien wat makkelijker. 70 jaar nadat het Achterhuis werd gepubliceerd, verscheen voor het eerst de getekende versie van het wereldberoemde boek van de hand van Arie Volman. Het werd een wereldwijd succes. Dit keer vertelt Volman het verhaal van Kitty, de denkbeeldige vriendin tot wie Anne zich in haar dagboek richt. Waar is het dagboek van Anne Frank is een avonturenverhaal, waarin we Kitty volgen in haar zoektocht naar Anne. We zien en lezen door Kitty's ogen het verhaal over het leven van Anne, haar familie en het dagboek. We zijn getuigen van Anne's laatste weken, ontdekken wat er gebeurde na de Holocaust en hoe belangrijk het dagboek tot op de dag van vandaag is. Dit stripboek is gebaseerd op Volmans animatiefilm Where's Anne Frank. Samen met illustrator Lena Kuberman bewerkte Volman de film tot deze schitterende strip in een tekenstijl die jong en oud aanspreekt. Nou, die tekenstijl vond ik echt prachtig. Ik had natuurlijk laatst mijn eerste graphic novel gelezen, Hartstopper. En wat ik daar een beetje jammer aan vond, was dat het gewoon zwart-wit plaatjes waren. En als je hier zo kijkt, wacht, dan draai ik hem even zo. Hier zo zie je gewoon dat het gewoon echt
super mooi getekend is. Het is echt, je zit er daardoor gewoon helemaal in. Dus ja, ik vond het een mooi boek. Ik moet wel eerlijk zeggen, ja, het was niet echt helemaal gebaseerd op wat er gebeurd is. En ook niet heel erg geloofwaardig. Maar ik vind het wel een mooie aanvulling. Dus ik heb er wel van genoten. Ik denk dat ik hem gewoon 4 sterren geef of zo. Gewoon simpel. Toen, wacht, ik heb nog meer. Ja, ik heb echt veel gelezen vandaag. Heb ik nog een stuk gelezen in Het Meisje met de Blauwe Ster. Ik ben nu hier zo bijna op de helft. Ik wil zo nog heel eventjes verder lezen. Ik ben nu op pagina 167. En ik denk dat ik nog wel tot de 200 wil gaan vandaag. Dus die schiet ook lekker op. Ik ben tot nu toe echt heel erg enthousiast. Ik vind het een heel mooi boek. Hij leest vlot. Mooie verhaallijn. Mooi hoe dat nu samenkomt. En ja, ik ben er gewoon echt heel erg enthousiast over. Dus ik ben benieuwd. Ik las wel ergens dat iemand had gezegd dat de eerste helft van het boek goed was en de tweede helft van het boek wat minder. Dus we zullen zien. Maar tot nu toe ben ik echt heel erg enthousiast hierover. Dus die. En ik ben vandaag, ja, ik heb echt veel gelezen. Ik ben begonnen in een nieuwe buddy read samen met Tessa. En we zijn begonnen in Leugenaar van Charlotte Link. En ja, ik heb nu het eerste stukje gelezen. We hebben niet echt afgesproken van per dag gaan we tot dat hoofdstuk. Maar wel gezegd dat we ongeveer zo'n 50 tot 60 pagina's per dag doen. Dus ik ben nu geëindigd op 67. En nog eventjes wachten totdat Tessa er ook is. En dan gaan we er zo over kletsen. En dan gaan we morgen denk ik weer zo'n 50, 60 pagina's lezen. Dus dat. Oh ja, wacht. Waar gaat hij over? Kan ik nu nog niet zo heel erg veel over zeggen, eerlijk gezegd. Het begint met een proloog van iets wat zich in het verleden heeft afgespeeld. En dan wordt er een man vermoord. Er wordt ingebroken in zijn huis en die man die wordt vermoord. Dat blijkt de vader te zijn van het hoofdpersonage van dit boek. Maar dat hoofdpersonage heb je nog niet echt wat tot nu toe over gelezen. Maar wel over twee andere personages die een kind hebben geadopteerd. En dan komt ineens de biologische moeder, die staat ineens bij hun op de stoep. En zij hebben een beetje een onderbuikgevoel dat dat niet helemaal juist is. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren, hoe dat allemaal samen gaat komen. Het is echt wel eventjes inkomen. Het zijn nu meerdere verhaallijnen waarvan ik denk, wat? Maar ja, dit boek krijgt zulke goede reviews dat ik gewoon verwacht dat dat allemaal wel goed komt. En dat. Dus, dat was mijn leesupdate van vandaag. Ik heb gewoon echt veel gelezen. Voor morgen zijn de plannen. Ik ga morgen lekker lunchen met een vriendin. En daarna gaan we naar de bioscoop. We gaan naar Costa. Dus normaal gesproken ben ik niet heel erg van de Nederlandse films. Maar op zich, ik dacht, ja, is toch wel lekker wegkijken. Dus dat gaan we morgen doen. Morgenavond heb ik niks gepland. Dus ik denk dat ik morgenavond ook gewoon lekker ga lezen. En verder gewoon heerlijk rustig aan. Dus, dat was mijn leesupdate voor vandaag. Ik kom morgen wel weer bij jullie terug. Het is dinsdagavond en ik heb niet super veel gelezen vandaag. Ik ben vooral eigenlijk de hele dag op pad geweest. Vanmiddag lekker gaan lunchen met een vriendin. Even de stad in geweest. En we zijn naar de bioscoop geweest, Costa. Nu ben ik normaal niet de grootste fan van Nederlandse films. Maar ik vond deze echt, echt heel erg leuk. De oude film heb ik ooit wel eens gezien, maar ik kan me niet meer zo goed herinneren wat het was. Maar ik vond deze echt heel leuk. Er zaten een paar acteurs in die het echt fantastisch deden. Ik heb echt hard gelachen ook. Dus dat was heel erg leuk. Toen hadden we daarna besloten dat we bij haar lekker in de jacuzzi gingen. En dat we zelf pizza gingen maken. Dus dat was echt een heerlijke dag. Verder heb ik nog gelezen in Het Meisje met de Blauwe Ster. Ik ben op dit moment op de helft ongeveer, denk ik. Ja, misschien ietsjes voor de helft. Maar ik ben echt nog steeds heel erg enthousiast over dit boek. Ik vind het gewoon echt super goed geschreven. Het leest heel vlot, heel fijn. Dus ik kan eigenlijk niet wachten om hier gewoon morgen in verder te gaan. Het is echt, ik ben deze aan het lezen. En ik ben op dit moment deze aan het lezen. Ik moet eerlijk zeggen dat deze, als ik kan kiezen welke ik pak, dat deze toch wel iets meer mijn voorkeur krijgt. Dus ik heb echt zin. Ik ga nu zo douchen. Het is al bijna 10:30. Dus ik ga zo douchen en naar bed. Dus ik ga nu niet meer lezen. Maar morgen echt zin om deze weer op te pakken.
En ik heb net mijn gedeelte gelezen in Leugenaar. Ik ben nu hier zo op bladzijde 139. Moet je nagaan hoe dik dit boek is. Als ik nu pas op bladzijde 139 ben. Maar ik moest echt wel weer eventjes inkomen. Ondanks dat ik gisteren had gelezen natuurlijk. Maar dat komt omdat er wordt vanuit best wel veel personages geschreven. Dan krijg je ineens weer een nieuw random personage. Dat ik denk van, hè? En dan zijn die personages waar ik gisteren over had gelezen. Daar lees ik dan weer nauwelijks wat van. Dus die veel verschillende verhaallijnen, die vind ik tot nu toe een beetje ingewikkeld. Maar ja, ik vertrouw erop dat dat nog op zijn plek gaat vallen. Maar tot nu toe vind ik het dus een beetje ingewikkeld. En we zaten een beetje te dimdammen van gaan we tot volgens mij bladzijde 120 of zo of net iets verder. Terwijl ze zoiets van nou we gaan toch net iets verder. En in het laatste hoofdstuk is net wel wat spannends gebeurd. Dus ja, ik heb het idee dat het verhaal nu wel echt op gang gaat komen. Ja, een beetje bloederig ook al, dus daar hou ik van. En ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Tot nu toe, de regisseur zelf. Het hoofdpersonage, tenminste wat het hoofdpersonage zou zijn volgens de achterflap. En het is ook de Kate Linville serie, dus ik ga ervan uit dat dat het hoofdpersonage is. Vind ik tot nu toe nog niet mega sympathiek of zo. Dus ik hoop dat het ook wat meer bij gaat draaien. Maar ik ben wel heel erg benieuwd om verder te lezen. Dus eventjes op Tessa wachten, erover kletsen morgen en dan ga ik daar ook weer verder. Dus dat was mijn leesupdate van vandaag. Plannen voor morgen. Ik heb niet echt plannen voor morgen. Er staat me iets van bij dat ik iets heb afgesproken morgen. Maar ik weet dus niet meer wat en ik weet niet meer met wie. En ik heb het nergens opgeschreven. Dus ik kom er denk ik vanzelf wel achter morgen dat iemand zegt... Hey Chris, hoe laat en waar spreken we af? En dat ik denk, ah, dat was het. En ja, verder... ik zie wel wat ik ga doen. Dus ja, als het niet zoveel op de planning staat, wordt het hopelijk lekker lezen. Dus, ik sluit hem voor vandaag af. Spreek jullie morgen weer. Het is woensdag en ik heb een leesupdate. Ik heb namelijk net Het meisje met de blauwe ster uitgelezen. Ik was op de helft en toen was ik vanochtend eerst eventjes lekker gaan zwemmen. Daarna gaan lunchen en toen dacht ik ga lekker mijn boek op balkon zitten. En ik moest toch zo'n 200 pagina's en ik ging maar door en door en door. En toen was hij uit. Het is echt, ik vind dit zo'n mooi boek. Ik moet wel eerlijk zeggen, de eerste helft vond ik inderdaad wel beter dan de tweede helft. En dat is voornamelijk omdat je bij de eerste helft had het op zich nog wel een waargebeurd verhaal kunnen zijn. En het is natuurlijk ja, deels gebaseerd op ware gebeurtenissen als in natuurlijk Tweede Wereldoorlog en die dingen vanuit het ghetto. En er waren inderdaad ook mensen gevlucht en in het riool gaan wonen in Krakau. Maar daar blijft het ook bij. Dus de rest is gewoon allemaal fictief. En ja, de tweede helft van het verhaal waren er wel heel veel toevalligheden en zo. Waarvan je dacht, toen werd het misschien een beetje too much. Maar ik vond het echt, dit zijn echt precies de boeken waar ik van hou. Gewoon waardoor je door wil blijven lezen, dat je er helemaal in zit. Dat je meeleeft met de personages. Je leest het vanuit twee kanten. En op het moment dat het verhaal van Sadie stopt, neemt het verhaal van Ella het over en weer andersom. Dus je mist daarin eigenlijk niks. En ja, het is eigenlijk gewoon oorlog en dit kent gewoon alleen maar verliezers. Maakt niet uit aan welke kant je staat. Dus nee, ik vond dit echt een prachtig boek. Ik denk dat het 4 of 4,5 ster gaat worden. Dus zeker een aanrader. Dus die heb ik nu uitgelezen. En wat ik straks nog ga doen, het is nu natuurlijk vandaag dodenherdenking. Dus ik ga zo even wat te eten maken. En dan vanavond dat even volgen op tv. En daarna ga ik mijn stuk lezen in Leugenaar. Ik ben natuurlijk met Tessa hierin bezig. Het is wel grappig. Ik zei toevallig gisteren dat ik vond dat Kate echt nog een beetje een grijs muisje was. En dat ik niet echt die binding met haar voelde. Nou ja, Tessa denkt er hetzelfde over. Dus het ligt niet helemaal aan mij. Zij heeft precies hetzelfde. We gaan vandaag, we zouden tot bijna pagina 200 of zo. Ja, we zitten nu op 140. Dus zo'n 60 pagina's gaan we lezen. En zij heeft het al gelezen en ze zei dat het super vlot las. Dus ik ben benieuwd. Dat ben ik in ieder geval van plan om vanavond nog te gaan doen. En
dan kom ik wel weer bij jullie terug als ik weer een nieuwe leesupdate heb. Het is donderdag en ik wilde eigenlijk zeggen, ik heb geen leesupdate, want ik heb niet verder gelezen in Leugenaar. Dat zou ik eigenlijk wel doen, maar ik was vandaag de hele dag druk en Tessa die had ook niet zoveel tijd, dus dan zeiden we, nou, dan gaan we morgen gewoon verder. Dus daar heb ik niet in verder gelezen en toen dacht ik eigenlijk, ik heb geen leesupdate, maar dat is niet waar, want ik ben eerst naar de BIOS geweest, samen met Pamela. Was heel leuk. We zijn naar Secrets of Dumbledore geweest. Voor mij was het de tweede keer, maar voor haar de eerste keer. Dus ik vond het ook heel erg leuk om hem nog een keertje te zien. En toen daarna moest ik nog 1,5 uur wachten, want ik had daarna ook nog met een andere vriendin in de stad afgesproken om lekker te gaan eten. En toen dacht ik, ja, wat ga ik eigenlijk doen in die tijd? Dus ik ben naar de BIEB gegaan. En toen dacht ik, als ik nou een graphic novel uitkies, dan kan ik die gewoon lezen en uitlezen. Want in de BIEB hebben ze ook gewoon plekjes waar je gewoon lekker in een luie stoel kan gaan zitten en kan gaan lezen. Dus doe ik gewoon dat. Dus ik heb dat gedaan. Ik had gewoon de eerste beste gepakt die ik kon vinden die me aansprak. En dat was de fotograaf van Mauthausen. Is een waar het gebeurt verhaal. En dat gaat over een Spaanse man. Die is uiteindelijk in concentratiekamp Mauthausen gekomen. En omdat hij eerder al fotograaf van beroep was, moest hij daar ook een SS'er helpen met het vastleggen van foto's. En wat zij deden in dat kamp was mensen vermoorden. En als ze iemand hadden vermoord, dan gingen ze daar een foto van maken. En niet gewoon zomaar even klik een foto, maar echt een professionele foto. Dus hij moest de belichting dan doen en zo. En dat is natuurlijk super luguber. Dus die man die had zoiets van, ja, maar dit moeten we gewoon aan de wereld laten weten. Dus wat heeft hij gedaan? Hij is samen met een paar anderen, is hij die foto's het kamp uit gaan smokkelen. Zodat ze konden laten zien van, wacht. Zo. Oké, ik moest even niezen. Maar zodat ze konden laten zien aan de buitenwereld van dit is wat er gebeurt. Maar het lastige was, het waren natuurlijk alleen maar foto's van dode mensen. En wat de Duitsers deden was dat zij bijvoorbeeld mensen dwongen om tegen het prikkeldraad aan te lopen. Dat ze geëlektrocuteerd worden. Maar op de foto zag je dan alleen iemand die geëlektrocuteerd was in het prikkeldraad. En dus niet het verhaal erachter dat zij gedwongen waren. En de Duitsers zeiden dan van ja, maar die hebben zelfmoord gepleegd. Of de Duitsers die duwden dan mensen van kliffen af naar beneden. Dat ze dus gewoon dood neervielen. En toen zeiden zij, ja, maar ze zijn gesprongen. Nou ja, op die manier dus. Dus hij werd ook eigenlijk helemaal niet echt geloofd aan de hand van zijn foto's. En dat schijnt dus een waar gebeurd verhaal te zijn. Ik kende het verder niet. Maar omdat het in graphic novel vorm was, ja, heb ik dat zo. Volgens mij heb ik het half uurtje, 40 minuutjes of zo heb ik het uitgelezen. En het was wel indrukwekkend, want ik dacht in eerste instantie dat graphic novels toch nog iets meer voor kinderen waren. Nou, dit moet je niet aan je kinderen laten zien hoor, want dit was echt gewoon, ja, het is wel getekend, maar gewoon dode mensen en mensen die opgehangen zijn en lijken die aan het verbranden zijn. Er zaten echt lugubere tekeningen tussen. Maar goed, ik vond het op zich wel een, wel... Ja, tof om te lezen niet. Ik kan er nooit zo goed woorden voor vinden. Moet ik hier sterren aan gaan geven? Dan zou ik denk ik zeggen 3 of 3,5. Ja, het is toch natuurlijk heel erg beknopt in zo'n graphic novel. En ik ben eigenlijk benieuwd of daar ook een boek van is. Of een film of zo. Zou me niks verbazen als dat er ook van is. Maar goed, dus dat heb ik gedaan vandaag. Ik ga nu snel douchen en de tv aanzetten. Want vanavond is de halve finale van Feyenoord voor de Conference League. En ik ben echt zenuwachtig. Ik heb gewoon buikpijn. Ik heb al een paar dagen buikpijn hiervoor. Maar goed, die ga ik lekker kijken. En morgen is... Kijk, welke dag is het morgen? Vrijdag.
Volgens mij zou ik morgenochtend gaan wandelen met mijn vader. Oh ja, en morgenavond komt Laura waarschijnlijk. We zouden nog wel even kijken of we ons allebei goed genoeg voelen. Maar waarschijnlijk komt Laura morgenavond. Gaan we nieuwe video's opnemen. En morgenavond is weer de leesclub. Dus online. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Daar gaan we ook allebei aan deelnemen. Dus dat staat er voor morgen op de planning. En dan kom ik morgen zeker weer bij jullie terug. Het is vandaag vrijdag en ik heb al een super drukke dag gehad. Ik ben al 14 kilometer bezig wandelen. Echt vet veel. En nu is Laura hier. En we gaan weer wat video's opnemen. We gaan sowieso minimaal 2 Spill the Tea's weer opnemen. Eentje voor mijn kanaal en eentje voor jouw kanaal. En wat zijn we nog meer van plan? Kijken of we nog wat anders kunnen... Kijken of we nog wat anders kunnen filmen, maar we moeten even kijken. Ik heb in ieder geval 2 boeken voor Spill the Tea meegenomen. Zullen we al zeggen welke we gaan doen? Welke we sowieso gaan filmen? Van Spill the Tea? Ja, is goed. Ja. Ik weet... Jawel, ben jij ook... Oh ja, we wilden Kruistocht in Spijkerbroek gaan doen. Die komt op mijn kanaal, omdat dat gewoon een van mijn all-time favorite boeken is. Maar het is ook een van mijn all-time favorite boeken, maar zij heeft hem volgekleed. Ja. En bij mij gaan we De Selectie doen, omdat dat de allereerste serie is die ik heb gelezen van het YA-genre. Die heb ik van jou geleend. En ja, die serie heeft me eigenlijk een beetje... Hoe zeg je dat? Verliefd doen worden op het YA-genre. Dus dat op Prins Maxen. Nee, absoluut niet. Nee, maar die gaan we dus ook doen. En dan moeten we even kijken wat we nog meer gaan doen. Ja. En we hebben cola. Zoals altijd. Vanille. En omdat Laura en Willemijn dan natuurlijk deze chips zetten, dacht ik, die wil ik ook proeven. Dus, maar die is ook wel echt heel lekker. Die hebben we ook. Dus... dat gaan we doen. We gaan lekker filmen. Ik zal nog wel eventjes wat tussendoor zo laten zien. We hebben ook nog brownies. We hebben ook nog brownies voor thuis. Oh ja, en snacks. En snacks. Nee, komt helemaal goed. Wij gaan lekker filmen, chips eten en ik laat wel wat zien. Zo, nou, het is ondertussen bijna 8 uur. En we hebben 5 video's opgenomen. Echt... Ik kan niet meer. Net tijdens die laatste, ik zat te gaan. Ja, dat is allemaal heel leuk. Oh, jeetje. Laura zit helemaal te vertellen waar het boek over gaat. Super enthousiast en ik zit zo. Maar goed, we zijn nog niet klaar. Nee. Want ik heb mijn laptop klaargezet. Ik weet niet of je het zo kan zien. Hier zo. Maar we hebben een... hoe heet het dan ook alweer? Online leesclub. Ik heb dat al vaker laten zien in mijn video's. En toen zei Laura, mag ik ook meedoen? En toen hadden we eigenlijk unaniem besloten dat we dat niet wilden. Maar, omdat ze nu toch bij mij is... Nee, jij zei de vorige keer dat je dat wel leuk vond. Zei ik, oh, maar kan ik vragen of je mee mag doen? En toen vond iedereen dat een goed idee. En toen dachten we... We wilden een dag waarop we gingen filmen. En toen dachten we, nou ja, weet je, laten we dat dan gewoon vandaag doen. Want vandaag is toch die boekenclub. Dus dan zitten we bij elkaar en dan doen we dat gewoon zo... Dus we hebben net 5 video's opgenomen. Zal ik zeggen welke 5? Ja, dat kan. Ik heb voor mijn kanaal heb ik er 3 opgenomen. Dus we kunnen voorlopig eventjes vooruit. Ik heb 2 keer een Spill the Tea. Eentje over Kruistocht in Spijkerbroek. En eentje over een Unsinkable. En, ik moet niezen. Wacht, vertel jij even. En ik heb zinnen voorgelezen uit boeken. Krijgt een allergische reactie van mij. Oh, verschrikkelijk. Ik heb zinnen voorgelezen en Christy heeft geraden welke boeken ze kwamen. Ik moet eens even kijken of dat online komt, want ik had dus een blinddoek om. En volgens mij zag het er echt niet uit. Zit ik er echt zo met mijn blinddoek om. Dus ja, ik moet nog even kijken. Stel dat ik het echt vreselijk vind, dan doe ik het niet online. Maar ik denk maar dat het wel gaat doen. Maar het was zo leuk, want ze was er best wel goed in. Ik was er op zich wel goed in. Ik had er... Nee, ik ga niet zeggen hoeveel ik er had geraden. Nee, dat is voor maar dat hadden we dus ook gedaan voor mijn kanaal. En we hebben er 2 voor jou opgenomen. Ook speelde die. Ja, over... De selectie. En gegijzeld. Ja. Naar Macintosh. Ja. Dus dat hebben we gedaan. We hebben lekker frietjes en snacks gegeten vanuit de airfryer. En we moeten zo eventjes de brownies opeten. Ja, we moeten zo wel even brownies Maar dat kunnen we wel tijdens doen. Ja. Dus nu wachten we eventjes tot de rest online club. Online club.
tot de rest online komt van de leesclub. En ik ben heel erg benieuwd wie er zijn, want dit is voor mij ook de derde keer. Maar niet iedereen is elke keer aanwezig geweest, dus ik ken ook niet iedereen. Ik ben ook heel benieuwd, want voor mij is het de eerste keer, dus ik weet niet wie ik allemaal ken. Je ontgroening. Ik ken Willemijn in ieder geval. Ja. Mijn ontgroening, ik heb groen aan en de opdracht was ook lees een groen boek. Oh ja, de opdracht was lees een groen boek. En dan heb ik niet echt een groen boek, maar hier zit wel groen in. Dus ik vind op zich dat dat wel telt. Nou, ik heb dus toevallig wel een groen boek gelezen, maar ik ga hem nu niet weer pakken. Want net gooide ik hem ongeluk ook al op. Laura pakt gewoon een limited editie. Gewoon een limited editie die voor 100 euro op Marktplaats staat. Die pakt ze gewoon uit mijn kast en ze gooit hem op de grond. Ja, nou doe je net alsof ik hem eruit pak en zo erop gooi. Maar hij viel uit mijn... Ik wilde laten zien, kijk, hij is echt groen van, zeg maar, als de oh, wee als hij kapot is, hè? Maar het was echt... Ja, maar dat ging echt brok. Hij gleed uit mijn handen, uit de dustjacket. Maar hij viel wel op de... plat, zeg maar. Hij viel niet open of hij viel niet... Hele deuk zo in de dingen. Anders krijg je de mijne wel. Dan ruilen we hem gewoon om. Ja, maar goed, ik ga dit eventjes stoppen nu. Ja. Ik heb nog wel een leesupdate, maar dat laat ik morgen wel zien. Dat komt dan wel, want dat boek... Oh nee, dat boek ligt naast me. Maar daar heb ik even geen zin in om dat nu te doen. Dat doe ik morgen wel. Dus tot morgen! Doei, doei! Het is zaterdag en net scheen de zon nog. En nu komen er ineens hele donkere wolken aan en gaat het zo regenen. Dat is minder. Maar het is middag, ik denk, een uur of twee of zo. Ja, 1:30. En ik heb net al eten gemaakt. Lekker avondeten, of tenminste lunch, avondeten. Ik had wraps met Italiaanse ham, pesto, mango, kip. Heerlijk. Dus ik heb er daar al twee van op. Want ik ga vanavond naar de film toe om 6:30. Dus ik dacht, als ik dat gewoon nu alvast ga maken en ga eten, dan hoef ik dat straks niet meer te doen. En dan kan ik nu lekker bij mijn boek op balkon zitten. Maar het begint gewoon echt koud te worden. Dus ik denk dat ik toch maar naar binnen ga. Maar goed, ik had gisteren natuurlijk een leesupdate. En dat was dat ik weer verder heb gelezen in Leugenaar. We zijn ondertussen bijna op de helft. We gaan straks weer lezen op pagina 300 ongeveer. En volgens mij zitten we dan op de helft. Ja, de verhaallijnen. Ik had dus eerder gezegd dat er veel... losse verhaallijnen waren en die beginnen nu meer met elkaar te maken te krijgen. Dus dan heb je het weer en dan heb je het weer over iemand, maar dan blijkt dan weer de buurvrouw van iemand anders te zijn. En daardoor begint dat nu een beetje te lopen. Dus dat vind ik wel heel erg tof, hoe die verhaallijnen in elkaar vervlogen. Verwoven. Ik weet het niet. Die met elkaar verbonden zijn, zeg maar. Dat vind ik dus wel heel erg tof gedaan. Maar Tessa en ik zijn het er nog steeds mee over eens. Dat het is een Kate Linville serie. Maar Kate Linville speelt nog geen grote rol. En we vinden haar ook allebei niet zo leuk. Dus ja, I don't know wat daar nog mee gaat gebeuren. Maar goed, we zijn dus nog niet eens op de helft van het boek. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Er is nu wel een soort van ontknoping gekomen van iets... Iemand, zeg maar, daar kan ik niet al te veel over zeggen. Maar we zijn wel ook heel erg benieuwd wat er dan nu nog gaat gebeuren. Want ja, we zijn dus pas op de helft. Dus ik heb het idee dat er nog wel wat plot twists gaan komen. Dus, ik ga naar binnen toe. Ik ga lekker op de bank zitten. Ik denk dat ik mijn deken om ga doen, want kijk, het waait gewoon. Ik begin het echt koud te krijgen. Daar gaan we vrije zaterdag in de zon. Maar goed, dus dat. Morgen ga ik denk ik niet zo heel erg veel lezen, want morgen is het moederdag. En ik heb met mijn ouders afgesproken dat ik al best wel op tijd daarheen ga. Dan ga ik eerst even mijn vader in de tuin helpen. Eventjes daar kijken hoe het ermee staat. Dan gaan we daarna gaan we brunchen. Dan, oh nee, ik ga wel lezen. Want tussen brunch en daarna zit nog wel wat tijd tussen. Dan neem ik mijn boek mee. Ga ik lekker lezen. En dan hoop ik dat het mooi weer is dat ik daar wel gewoon lekker in de tuin kan lezen. En dan gaan we daarna Feyenoord kijken. En daarna gaan we nog naar de snackbar toe. Mijn lievelingssnackbar. En daarna willen we ook nog de Belgische finale van Wie is de Mol gaan kijken. Dus dat is morgen wel een drukke dag, maar ik heb er wel heel veel zin in. En daarna is mijn vakantie alweer voorbij. Het is echt voorbij gevlogen. Maar goed, ik ga naar binnen. Ik heb het koud. Lekker lezen. En tot straks. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. En ik heb gisteren niet gefilmd, want ik was eigenlijk de hele dag druk en... weg. En toen lag ik al in bed en toen dacht ik, oh ja, ik moest nog filmen. Dus
Bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ja, ik heb toch nog best wel een eindje kunnen lezen in Leugenaar. Hier ben ik natuurlijk in begonnen deze week. En die heb ik gelijk, ja, toch een heel stuk. We zijn gekomen tot pagina 441. We hebben gisteren iets van 130 pagina's gelezen of zo. Dat schoot wel lekker op. Dus ja, we moeten nog tot zo'n 600. Dus ik denk nog zo'n 3 dagen en dan... Dat is hier wel uit. Ik ben echt een stuk enthousiaster nu hierover. In het begin vond ik het allemaal nog een beetje vaag. Met allemaal verschillende verhaallijnen. Maar die verhaallijnen hebben uiteindelijk wel allemaal met elkaar te maken. En dat loopt echt wel goed in elkaar over. En ja, het wordt wel ook echt spannend. Ik zie dat mijn boek kapot is. Ik weet niet, ik heb hem misschien gisteren laten vallen of zo. Zonde. Maar ik vind hem nu ook echt wel spannend worden. Er staat hier wel huiveringwekkend. Ja, dat vind ik nog niet. Het is meer gewoon dat je benieuwd bent wat er gaat gebeuren, dan dat het echt spannend is. Maar misschien komt dat nog. Dus daar ben ik in bezig. En ik ben ook begonnen in het piepboek dat ik had geleend. Stay Where You Are and Then Leave van John Boyne. Dus de auteur van The Boy in the Striped Pyjamas. En dit is dus in het Engels. En dit leest niet zo heel erg vlot. En dat is natuurlijk deels omdat het in het Engels is dat het niet zo heel erg vlot leest. Maar ook deels, ik heb nu 2 hoofdstukken gelezen. Ik ben op bladzijde 36. Maar ik vind het verhaal tot nu toe ook niet zo super interessant. Ik dacht van het gaat over een jongen die zijn vader gaat zoeken in de Eerste Wereldoorlog. Maar ja, dat is nu natuurlijk nog niet. Dus ik moet denk ik gewoon eventjes inkomen. Maar ik moet me er zelf wel toe zetten om dit te gaan lezen. Maar ja, aan de andere kant is het biepboek. Dus als het me niet trekt, dan laat ik het ook gewoon. Dan doe ik hem gewoon weer terug. Dus daar ben ik nu in bezig. En wat heb ik nog meer gelezen? Oh ja, heb ik dus de fotograaf van Mauthaus gelezen. Maar ja, dat was een graphic novel, dus dat lees je zo uit. Ik heb Waar is het dagboek van Anne Frank? Heb ik gelezen en uitgelezen. Dat is natuurlijk ook een graphic novel, dus die had ik ook zo uit. En even kijken. De pijn die wij verbergen had ik volgens mij in mijn vorige vlog al uitgelezen. Dus die dan niet. En dan zit ik even op mijn lijstje te kijken. Wat had ik nog meer? Oh ja, Het meisje met de blauwe ster. Die heb ik ook heel snel uitgelezen. Dat vond ik echt een heel erg goed boek. Het einde was iets minder geloofwaardig. Maar dan nog, ik heb wel echt heel erg van het boek genoten. Dus die ook. Dus ik heb echt wel veel gelezen. Ik heb deze week gewoon 3 boeken uitgelezen. 1 hele dikke, ben ik al een heel eind. Die gaat komende week uit. En natuurlijk begonnen in deze. Dus ja, ik heb een heerlijke vakantie gehad. Lekker een combi tussen rustig aandoen en heel veel dingen doen. Maar nee, ik heb lekker veel gelezen, leuke vakantie gehad. Dus prima weekje. Dus dat was mijn leesvlog weer. Doe even een duimpje omhoog als je het weer leuk vond. Laat hieronder even een leuke reactie over. Hoe was jouw week? Heb jij wat leuks gelezen? Wat dan ook. Vind ik allemaal leuk als je het hieronder eventjes plaatst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!